Hoi, ja, we gaan Bad Moon Rising doornemen. Zal gelijk even voorspelen wat we gaan doen. Komt ie? Zo, ja, en je hoort, het zijn eigenlijk twee stukjes, couplet en refrein. We starten met het coupletje dus. Coupletje is een D-akkoord. Goed je duim eroverheen houden. A. Het liefst speel je A zo, hè. Vind ik niet zo, maar deze, je middelvinger en je wijsvinger even draaien, waardoor het wat beter past. Je hebt minder last van... Ja, snaren die niet goed staan. Even kijken, en de G-greep. Je kan ook deze G-greep pakken natuurlijk, dat maakt niet uit. Ik pak zelf deze G-greep, helemaal met vier vingers. Vind ik een iets fijner overgang naar het D-akkoord. Laat je je ringvinger namelijk staan. Maar, ja, dat is ook persoonlijk natuurlijk. Dus, wat we hebben is het D-akkoord één hele maat. 2 en 3 en 4. Kijk, maar A en G zitten in 1 maat. Dus 1, 2 en dan 3, 4. En dan krijg ik nog 2 keer derde erop. 1, 2, 3, 4 en 1 en 2 en 3 en 4. En dan zal ik dat eventjes meespelen. Komt ie? Okay, dus A, G, D. Opnieuw en 3 en 4 en 5. Zo, hoppa, dan gaan we naar het refreintje toe. Het refreintje is G, 2 maten, 1, 2, 3, dan D, ook 2 maten. En dan krijgen we A, 1 maat G, ook 1 maat en weer D, 2 maten. 1, 2, 3, 4, dan zouden we klaar zijn. Dus maar eenmalig. Ik zal hem even meespelen, komt ie? Komt ie, ja? 1, 2, 3. Ik zal even met slagje meespelen. Komt ie, 1, 2, 3, 4. Oeh, dat klonk heel gek. Even kijken, maar nee, het was aan het einde. Het slagje gaan wij natuurlijk zo doen. We doen neer, neer. Als we op het coupletje zitten hier zo, dan gaan we naar A, dat is met 2 tellen, dan spelen wij dat slagje niet, doen we gewoon neer, neer. En dan krijgen we G, neer, neer, en dan spelen we D, en dan spelen wij dat slagje weer op. Dus eigenlijk spelen we op het coupletje, het slagje, alleen op het D-akkoord. Maar het D-akkoord wordt het meest gespeeld. Dus we krijgen dan dit. Daar spelen we het slagje gewoon helemaal door, over alle akkoorden. Dus als een akkoord 2 maten gespeeld wordt, spelen wij dat slagje ook 2 keer. Ziet er zo uit, komt ie. We starten dan op G. Het refreintje is nog een keer G, D, A,
G-MWD. Komt-ie. En komt-ie in 3 en 4 en... D. A. G. Zo, dus ja, zo spelen we Bad Moon Rising met slagje erbij zo. Ja, ik zou zeggen, veel succes met oefenen.